Goedendag en welkom bij DFT TV. Een van de dingen die in opmars zijn omdat gewoon sparen zowat niks meer oplevert tegenwoordig, is doelbeleggen. Hoe zit het met de risico's daarvan? Waar moet je allemaal op letten? Is het iets voor u of niet? Bij mij in de studio, Patricia Boon. Patricia, welkom. Hoeveel mensen doen het ongeveer, weet je dat? Nou, steeds meer. Het is echt in opmars. Ja. AFM heeft laatst ook bekendgemaakt dat beleggen met een doel, dat wint stevig aan populariteit. Ja, want wat voor doel is dat dan? De naam zegt het al een beetje. Er zit een doel aan vast, maar wat kan het dan zijn? Nou, het kan van alles zijn. Het kan zijn voor je pensioen, het kan zijn voor de boot, het kan zijn voor een wereldreis, voor de studie van je kinderen. We weten dat we steeds meer zelf moeten doen hier als burger. En doelbeleggen zou een manier kunnen zijn waarop je dat kan bereiken. En is het eigenlijk gewoon beleggen, maar dan met een doel? Is dat het enige verschil? Ja, dat is ongeveer het enige verschil. Je doet er heel duidelijk, plak je er een doel op. He, wat je nu heel vaak ziet is dat mensen instappen op de beurs en dan maar zien wat er gaat gebeuren. En dan hopen ze dat ze geld hebben voor dat pensioen. Precies. En voor die studie. En met doelbeleggen kan je potjes maken. En wat je dan merkt als je zo'n doel hebt, dat dat disciplineert en focust. Een ander groot verschil met gewoon beleggen is dat je al vanaf een heel laag bedrag kan instappen. Je kan zeg maar beginnen vanaf 10 euro per maand. Dat is wel heel laagdrempelig. Dat is inderdaad heel laagdrempelig. Ja, nou levert gewoon sparen bij een bank minder dan 1% rente op. Wat valt hiermee te halen? Nou, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel geld je inlegt en welk risico je bereid bent om te nemen. Want laten we wel zijn, het is geen sparen. Het is en het blijft beleggen. Dus ook met de risico's die daaraan kleven. Ja. Is het voor iedereen geschikt, is dan meteen de volgende vraag. Nou ja, dat is dus inderdaad de vraag. Je moet jezelf heel goed afvragen, ben ik bereid om bepaalde risico's te lopen? We weten, hè, dat geld wordt onder meer belegd op de beurs, in aandelen. Van ja, als de beurs klapt en het gaat heel slecht, dan ben je dus ook een deel van je inleg kwijt. Wil je dat of wil je dat niet? Hè, met sparen levert weliswaar weinig op, maar staat het vast en weet je wat je hebt? En met beleggen of doelbeleggen is dat niet altijd zeker. Nee. Stel, ik vind dit interessant en ik wil dat gaan doen. Bij wie kan ik terecht? Wie bieden dit allemaal aan? Nou, bijna alle vermogensbeheerders die bieden dit aan. Maar we zien ook al een aantal start-ups komen die dit aanbieden. Bijvoorbeeld Prittle. Een grote vermogensbeheerder doelbeleg is dit begonnen. Mm-hmm. Robeco heeft dit ook, dus je kan overal terecht tikken. Ga Google op doelbeleg en je komt op heel veel verschillende fondsen uit. Ja, is dat voor jou? Ik weet het nog niet. Ik denk nog na. Goed zo. Nou, we weten in ieder geval hoe het werkt nu. Dankjewel en succes ermee. Patricia Boon was dat en dit was DFT TV voor nu. Meer nieuws en filmpjes op dft.nl. Graag tot de volgende keer. Dag.